Voelde jij je begrepen in die omgeving? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat zei je heel stellig, dus hier heb je eerder over nagedacht. En wat begrepen ze niet goed aan jou? Ja, ik denk dat ik... Dat gewoon vrij veel dingen waren. Gewoon dingen die ik leuk vond en hoe ik eruit zag. En dat lag gewoon niet zo heel erg in lijn met hoe... daar naar, of hoe in dat dorp eigenlijk naar de wereld wordt gekeken. En zeker theater en zo, dat is daar gewoon eigenlijk, dat bestaat daar gewoon niet. Nee. Was het eigenlijk zo dat de kinderen in Merkendam een mening hadden over de mensen in jouw omgeving? Ja, er waren geen hele zware dorpsfetes, maar ik denk wel, ja, als je buiten de dorpskern woonde, dan hoor je er toch niet helemaal bij. Nee, en ik was school gemerkt ook. Ja, maar ik was denk ik sowieso net een beetje een vreemde eend in de bijt. En ik was toch een beetje een raar meisje van aan de dijk, zeg maar. En wat zeiden ze dan? Ik kan me wel herinneren dat ik ergens dat ik gewoon alleen ergens in een hoek van een schoolplein zat en dat dan iemand zei, zit je lekker met je vrienden? Gewoon een beetje dat soort dingen. Ja. Of dat iemand zei dat ik wel een vriendinnetje had en die zei dan in groep 6, zei ze, weet je, Frida, ik erg me eigenlijk al jaren heel erg aan jouw stem. Ik denk niet dat ik nog vriendinnen met jou wil zijn. Oeh. En toen was dat gewoon sloes. Ja. En dat was ook wel een beetje voor mijn gevoel het einde van mijn sociale leven. Want zij was wel heel populair, dus zij heeft toen alles een beetje... Zij heeft wel een soort lijn getrokken, ja. Maar dat zijn toch bikkelharde woorden, zeker als je die leeftijd hebt, dat iemand min of meer een vriendschap beëindigt vanwege je stem trouwens. Ja. Volgens mij heb je een vrij normale stem, maar... Nou ja, dat van die stem heeft wel echt indruk op me gemaakt. Daar ben ik ook wel... Mijn stem is ook wel iets waar ik ook echt wel lang daarna nog heel onzeker over ben geweest. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar dan echt heel erg verdrietig over was. Is er dan iets bij jou, een soort blokkade, waardoor bepaalde emoties geen toegang krijgen, zodat ze je kunnen raken? Of wat is dat precies? Ja... Ik denk eerder dat met een soort eigen wijsheid te maken heeft of zo. Of, ja, ik kon wel vroeger van heel erg voelen van, ja, jullie vinden mij niet leuk, maar ik vind jullie ook niet leuk, dus ja. Dat had je al op jonge leeftijd, dat je op die manier kon kijken naar de omgeving. En, ja, en dat had ik toen ook denk ik wel meer dan nu, zeg maar. Ik denk dat als toen had je het meer? Ja. Want je bent heel jong, je bent 28. Wat is er veranderd in die tussentijd dan? Ja, weet niet, toch een soort... Je bent kwetsbaarder geworden, kennelijk. Dus... Nou ja, misschien is het ook dat ik iets meer ben op een plek of met mensen waar ik wil zijn of zo. En dan is het erger natuurlijk als je daardoor wordt afgewezen. Ja. En als je eigenlijk voelt van, ja, ik weet niet wat ik hier... Ik weet niet wat ik met iedereen moet en jullie met mij moeten. Dan, ja. En mensen blijken inderdaad ook niks met je te moeten. Dan, ja. Dan is het meer een soort bevestiging dan echt een afwijzing. Maar dat is wel een hele volwassen analyse van die situatie op dat moment. De meeste kinderen gaan aan zichzelf twijfelen en denken van... maar jij zegt, ik twijfelde ook wel een beetje aan hen. Dus om die reden liet het me ook wel een beetje onverschillig wat zij van mij vonden. Ja, ik had gewoon op een gegeven moment natuurlijk behoefte aan mensen die... Ja, die iets meer misschien ook in dat soort theaterachtige circuit. Dat was gewoon heel leuk natuurlijk om die mensen te leren kennen. Ja, en dat was dus, dat vertel je net, op jonge leeftijd kwam je al in aanraking met een jeugdtheater. Ja. En je was 10, geloof ik. Ja, zoiets denk ik. Was dat iets wat je meteen voelde? Wat je dacht van, oké, maar dit is er ook en dit moet het dan worden voor mij later? Jawel. Nou ja, wat natuurlijk heel leuk is aan theater, dat je alles kan zijn eigenlijk en dat wie je daarnaast bent, dat niet uitmaakt. En ik ben zelf, ik denk wat meer introverter en ook zeker toen ook wel wat verlegener, maar ook vooral een beetje kat uit de boom. Ja. Dat vind ik op zich geen onprettige staat om in te verkeren, maar ik vind het wel ook heel
fijn om een soort uitlaatklep te hebben eigenlijk, waarin alles kan en waarin mogelijkheden eigenlijk eindeloos zijn.